al die billen schudden daar zo. En al die duizend mensen daar, ik wil jullie niet op stoelen op energie gaan. Leuk! Because everybody loves reggae. Just to make it quick, you come attend to the sick. For there must be something she can do. This heart is broken in two. Tom is de weg even kwijt, maar yeah. Hij komt er straks aan. Nou, we vertrokken in de koude tijd Den Haag, maar helemaal in het noorden. Hartstikke leuk weer, lekker weer en ik geniet ervan nu. It's a case of emergency. There's a patient by the name Kompetsky. Goedemiddag. Ik mag zeggen, dames en heren. Fantastisch om jullie namens de directie van Cambuur welkom te mogen heten in ons mooie oude stadion. Ik ben Art de Graaf, algemeen directeur bij Cambuur. En wij zijn er trots op en we zijn vereerd dat we deze dag vandaag met jullie en voor jullie mogen organiseren. En ik ben blij dat jullie allemaal naar Leeuwarden zijn gekomen. Het is voor de gezelligheid, daar gaat het in feite om. Het is voor het bewegen. Winnen staat voor jullie eigenlijk wel centraal, maar het is niet nodig. De Iraanse Allstars, waar zijn jullie? Irsum! De Javaanse Allstars! Veel plezier vandaag. She's the one, the only remedy. Nightmare. Oh God, only you alone can quench this young thirst. Nou, een Heerenveen-shirt in Leeuwarden, dat gaat prima buiten het veld. Maar binnen het veld zijn we natuurlijk aan elkaar gewaagd. Zo gaat dat. I'm hurt, my love. And I'm sure. Ik vind het fijn om tussen de heren te spelen. We hebben 32 teams die deelnemen. Echt vanuit heel Nederland, allemaal verschillende nationaliteiten. Iraanse team en ja... Clubs uit Twente en Groningen, als ik me niet vergis. We hebben het Turkse team en we hebben het team van, wat is het team? Surinamse team. En we hebben tegen Turkije gespeeld, we hebben tegen de Antillianen gespeeld. En wie hebben we nog tegen gespeeld? Heerenveen, volgens mij. Heerenveen, ja. Ik heb Iraans teams gezien, Ghanese team, Surinaams team en volgens mij ook een Moluks team. Multicult, ja, ik heb tegen de profs, nee, Suri-profs uit Utrecht gespeeld. Dat was leuk. Dat is een leuke wedstrijd ook. Nou, Venlo. Er doen 16 culturen en 31 teams mee, allemaal van verschillende achtergronden. Ik dacht dat damesvoetbal de snelst groeiende sport in Nederland was. Maar als ik dit zo zie, dan moeten we dat beeld denk ik een beetje bijstellen. Vriendschappelijke wedstrijden spelen we en dat vind ik fijn. Dat er niet gescholden wordt en plezier met elkaar hebben. De sport is iets dat voor iedereen betekent dat je je verbindt met een ander. En dat merk je vandaag extreem. Het is heel gezellig ook. Het spel.
En dat je geniet en het samen zijn met de anderen. Ja, de sfeer, ja. Je merkt gewoon dat er contact gemaakt wordt. Mensen praten met elkaar over het voetbal, maar ook over andere dingen. En dat is natuurlijk het leuke van zo'n dag, hè? Elkaar ontmoeten. Het is niet dat je wilt om te winnen. En het gaat alleen om dat je onder elkaar bent en een goede, leuke dag doorbrengt. Mensen maken vanzelf nieuwe vrienden in deze sport. En de lat ligt wat lager. Dus iedereen kan ook echt meedoen. Vanaf 55 plus, ongeacht je blessure, ongeacht je state of mind. Het bewegen en het meedoen en de verbinding die daaruit voortkomt, dat is een formule. En die is zo organisch schijnbaar dat we nu bijna 300 clubs hebben. Nou, de reden van het succes is dat iedereen mee kan doen vanaf 55. En ook al voetbal je niet. Het is bewegen. Het is ook een beetje, het is ook een beetje competitie. Eigenlijk moet het wel gezellig blijven. De gezelligheid vind ik zelf, bepaal je ook zelf. Spel naar voren! Spel naar voren! Wij vinden het belangrijk dat deze doelgroep ook meer beweegt en dat zij samenhorigheid, en dat zie je natuurlijk heel goed terug hier. Sinds een aantal jaren is dit echt een hype geworden vanaf de 55-plussers, lopend voetbal. En er worden toernooien door het hele land georganiseerd en wij waren vereerd dat het ouderenfonds ons vroeg om hier toernooi te gaan organiseren. Dus vandaar dat wij hier heel graag aan meewerken. Het is ook netwerken. Contacten zoeken en misschien wel toernooi organiseren met elkaar. Daar gaat het een beetje om. I don't wanna see no dog. I need attendance from my nurse around the clock. Come on baby, do it for me. Je moet een beetje dollen en daar gaat het spelletje ook om. Ik heb voor de wedstrijd met ze gezeten, een beetje lachen, een beetje oude verhalen terughalen van vroeger. Wij zijn allemaal gepensioneerde spelers, maar we vermaken ons heel lekker en lekker leuk. En we genieten echt. Geweldig, de dag verloopt prima. Het is een hele goede organisatie. Het is buiten het veld goed, het is in het veld goed, de scheidsrechters zijn goed en er wordt sportief gespeeld. Dat was heel leuk. Ik vind het leuk. Ik lach me dood. Scheidsrechters, einde wedstrijd.